Goeiedag. De komende 30 dagen maken we de overgang naar de astronomische herfst. En na de meteorologische herfst op 1 september gaan we dus echt afscheid nemen van die zomerse maanden. En gaat een wisselvalliger weertype met dit soort dreigende buienluchten naar verwachting vaker zijn intrede maken in de weersverwachting. Nou, die droge en warme zomer, de effecten daarvan zijn wel nog steeds zichtbaar. Zoals hier ook in de achterhoek waar deze foto genomen is. Daar staan de beekjes nog steeds droog door het neerslagtekort. En de natuur die schreeuwt wel heel erg om extra water. Nou, het is natuurlijk even de vraag of we dan eind september, begin oktober ook vaak zo'n wisselvallig en regenachtig weertype gaan krijgen. Of dat er nog nazomer weer in de verwachting zit. Dan begin ik even met de temperatuurafwijking in de eerste week van die 30-daagse. Dan hebben we het over 19 tot 26 september. En dan valt op dat het in een groot deel van Europa koeler dan gemiddeld is. Op sommige plaatsen, zoals hier ook wat meer in het oosten van Europa, zelfs een afwijking van 3 tot 6 graden onder het gemiddelde. Ook in Scandinavië is het fris en met de noordelijke wind wordt die koude lucht uit de poolgebieden dan ook richting ons land getransporteerd. En zien we dus een afwijking van 0 tot maximaal 3 graden onder het gemiddelde, net een beetje op de grens van die min 3 graden in de kaart. Maar geeft dus wel aan dat het aan de frisse kant is en dat de temperaturen dus onder het klimatologisch gemiddelde uitkomen. Kunnen we daarbij dan ook veel neerslag verwachten? Hoe is de luchtdrukverdeling? Hoe ontwikkelt zich dat? Eind september en begin oktober dan komt er in de weerkaart een lichte negatieve afwijking van de luchtdruk naar voren. Het zijn geen schokkende afwijkingen. 0 tot 5 hectopascal onder het gemiddelde in een groot deel van Europa. Maar in de luchtdrukverdeling kan er mogelijk wel een verschuiving plaatsvinden. Lage drukgebieden boven Scandinavië kunnen dan het weerbeeld gaan bepalen. Dan wordt met een noordelijke windrichting worden dan buien aangevoerd. Maar er zijn ook wel signalen dat er een westelijke circulatie op gang komt. En dat vanaf de Atlantische Oceaan dan vaker lage drukgebieden en ook fronten met langdurige regen dan ons weer gaan bepalen. Nou, en die wisselvalligheid door die wat lagere luchtdruk, dat vertaalt zich ook terug in de neerslagafwijking. Dat is voor dezelfde periode, eind september, begin oktober. En dan zien we dat het 0 tot 10 mm natter dan gemiddeld is. En dat ligt ook wel een beetje in de lijn met die westelijke circulatie die dan op gang gaat komen. Dus er zit wel iets van meer neerslag in de verwachting. Ja, met die westelijke circulatie en ook met een zuidwestenwind. En vooral ook nog rekening houden met exorkanen, tropische stormen die op de Atlantische Oceaan tot ontwikkeling komen. Die kunnen toch wel zorgen voor een impuls aan warmte, wat met zo'n zuidwestenwind dan onze kant op komt. En ook halverwege oktober, 10 tot 17 oktober, zien we nog wel bovengemiddelde temperaturen. Maar ook dan is die afwijking niet heel schokkend te noemen, met 0 tot 1 graden boven het gemiddelde. Maar daar kunnen dus natuurlijk wel verschillen in zitten, dat er een wat zachtere periode tussen zit. Dan nog even samenvattend. Het begin van deze 30-daagse periode is dus vrij fris, wisselvallig met geregeld buien. Daarna lijkt er in de weerkaarten een signaal te zitten voor een overgang naar een westcirculatie. En met zo'n westen- of zuidwestenwind kan ook van tijd tot tijd vrij zachte lucht aangevoerd worden. Mogelijk gelinkt aan tropische stormen en exorkanen. En daardoor wordt de temperatuur ook in die periode nog wel iets bovengemiddeld berekend.